De Nationale Assemblée moet voorkomen dat met de behandeling van de wet collectieve rechten, inheemse volken en tribale volken de richting van etnische polarisatie wordt opgegaan. Dit zei BEP-parlementariër Ronnie Asabina gisteren in de Nationale Assemblée. Volgens Asabina lapt de staat internationale vonnissen aan haar laarzen, omdat er partijen zijn die van mening zijn dat deze wet onderworpen moet worden aan een volksraadpleging. Het DNA-lid vindt dit een opportunistische daad die gepleegd wilt worden wanneer het partijen goed uitkomt. Voorzitter, goed gezegd. Naslaten van slaven, immigranten en overige Suriname wiens voorouders naar hiertoe zijn gebracht, willen komen bepalen voor de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van dit land hoe zij hun leven moeten inrichten, of zij hun mensenrechten wel of niet mogen beleven en praktiseren. Het gaat niet om een nieuw leef- en woonpatroon, nee, om voor hen te beslissen, voorzitter. Ik weiger te geloven dat wij genoegzaam in act genomen hebben, voorzitter, de rijkwijde van zo'n wens, voorzitter, of standpunt. Dat getuigt van ondankbaarheid, dat getuigt van disrespect. Het komt heel puberaal over, voorzitter, om het woord miskenning of geen gevoel voor verantwoordelijkheidsgevoel in de mond te nemen. ABO-parlementariër Obed Kanapé zegt dat als het aankomt op deze wet een ieder één standpunt moet hebben. Het gaat niet om rechten waarbij een groep van het land naar het IMF kan stappen om geld te lenen. Het gaat ook niet om het delen van dit land in twee of meerdere delen. Kanapé benadrukte dat het gaat om de bescherming van de mensen en hun leef- en woongemeenschappen. De discussie moet niet gebracht worden in de zin dat we dit land willen verdelen in twee en drie delen en al dat soort dingen. Want anders kon Nikeri opstaan, zoals ook voor de onafhankelijkheid kon gebeuren. Dat Jere, dit is een onafhankelijk deel en dat deel mag daar Suriname heten en Suriname West. Meneer de voorzitter, grondrechten heeft gewoon te maken met het feit dat mensen inspraak hebben met betrekking tot uitgifte van concessies en al dat soort rechten in die gebieden, dat ze afspraken kunnen maken met deze ondernemers. En uiteindelijk dat deze mensen een stem hebben, want wanneer de president of vice-president of wie dan ook naar het binnenland gaat, de mij benaderen de kapitein en de basje, dat want er is een bestuur, er is een structuur en die one hoor aan orde dat hij erkent. Kanapé benadrukte dat wanneer de grondrechten zwart op wit zijn vastgesteld, de corruptieve handelingen die nu bestaan bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen tot een minimum beperkt kunnen worden.